in Costa Rica woont, heb ik hem dus gevraagd of hij het een en ander wil uitzoeken over Epasa. En ik had hem net aan de lijn toen hij aankwam op die plantage. En er ontstond rumoer. Volgens mij werd er gevochten. En sindsdien krijg ik hem dus niet meer te pakken. Ik ben ontzettend bang dat hem iets is overkomen. Sil draait wel weer bij, joh. Ja, ik dacht dat hij het juist allemaal geweldig vond. Ons huwelijk en het nieuwe huis. Maar ja, misschien ben ik de laatste tijd wel gewoon veel te veel met mezelf bezig geweest. Hé. Je bent een geweldige moeder. Komt allemaal goed. Ja. Maar goed, ik moet nu gauw weg, want ik moet naar de couturier. Mijn jurk moet nog wat worden ingenomen. Ik weet zeker dat jij er prachtig uitziet. Mevrouw Goedhart. Tot straks. Nou, lieverd. Ik eis dat je hiermee ophoudt. Ik kan hem dus niet bereiken. Dat is toch vreemd? Ja, dat betekent niet meteen dat er iets aan de hand is. Het klopt gewoon niet. Dat hele Epasa, dat klopt niet. Ze zijn niet geregistreerd bij het AFM. Als ik er dingen over opzoek, dan stuit ik steeds op een Russische BV, Dieriva ZAO. En daar is dus vervolgens ook niks over te vinden. En dit heb je allemaal gecontroleerd? Ja, en ik begrijp dus niet dat Rutger dat niet gedaan heeft voordat hij is ingestapt. Maar ja, dat geldt voor half Meerdijk. Volgens mij is het één grote corrupte zwendel, dat Epasa. Ik wil dat jij iedereen zijn geld teruggeeft. Krijgen we dit nu weer? Ik wil dat je... Janine is dit tot op de bodem aan het uitzoeken. Ze heeft zelfs Jack ingeschakeld. Ik wil dat je hiermee stopt. En anders dan geef ik je aan bij de politie. Dan hang je zelf ook en dan raak je dat leuke vriendje van je kwijt. Nou, dat moet dan maar. Nou, ik ga in ieder geval navraag doen naar Peter Schopman in Costa Rica.